heeft een nieuwe rolstoel. Via de wet maatschappelijk ondersteuning. En we gaan deze nu even uitproberen. En als we nou willen gaan rijden, dan moet natuurlijk eerst de rem van de rolstoel. Want toen we erin stapten, was de rem erop. Oh. Oeh. En nou is die er ook af. Ja. Nou kijk, dan staat dit. Kijk, zo komt hij op de band en dan remt hij en zo is hij los. Dan kunnen we gaan met de banaan. Dus zo komt hij op de band. Ja. Oh, ja. Druk hem nog eens naar voren. En als dat niet lukt en je hebt te weinig kracht, dan heb je een verlengde remhendel. En dan maken ze deze wat langer. Hè, en dan kan je hem toch op de rem zetten. Als je te weinig kracht hebt. Nou, wat gaat en nou gaan we proberen om te rijden. En als je dan... Inderdaad. Door de wielen te draaien ga je naar voren. Goed zo. Ja, maar ik moet die kant op. Ja, dan moet je de rechterhand harder duwen. En de linkerhand een beetje tegenhouden. Dan ga je naar links. Dit is rechts. Ja, die moet je even alleen draaien. Naar voren. Alleen rechts? Ja. Hoog vastpakken. Rechts. Ja, en dan naar beneden duwen. En nog een keer. Hoog vastpakken, naar beneden duwen. Hoog vastpakken, hoe hoger, hoe makkelijker. En ik heb de wind tegen. Ook dat nog. Ook dat nog. Ja, niemand heeft gezegd dat dat een lichte oefening wordt, hè? We hebben de wandelstok achter op de rolstoel mee kunnen nemen. En ik kan me daar niet langs mee. Oh jee. Dit is gelijk al niveau 6, hoor. Dit is het hakbakje. Of het hakbakje. Een bakje waar de stokken in kunnen hangen. Gefixeerd met een klittenbandje. Ze maakt al vorderingen. Ja, maar nou eruit zien te komen. Goed zo, in ze achteruit. Trekken! Want die wieletjes, kijk, dan moeten de voorwieletjes die moeten draaien in de rijrichting. Dus je moet even heel hard trekken. Ja, dan trek je ze er doorheen. Nog een keer. Trekken, trekken. Juist, nou kun je naar achteren. Kom op, trekken door. Wat zei je? Wat is het resultaat van zelfredzaamheid? Monde, ju. Oh, dat mag je niet zeggen. Jeetje, zeg, dat wordt gelijk weer in de wasmachine. Oh, weer een mantelzorgtaak erbij. Nu deze drukke weg oversteken. En dat is echt best wel spannend als je in zo'n rolstoel zit. Want je bent volledig overgeleverd aan je mantelzorger of de duwer in dit geval. We gaan eventjes goed opletten. Kan hij? Ja, hij kan, maar nou niet meer. Nou niet meer? Oké, nu. Hou je vast? Ik heb iets last van mijn rug gaan krijgen met de duwen. Dus nu ga ik de handvaten ietsjes hoger zetten. Zodat ze voor mij op polshoogte komen. Er zit knop, dus ik draai hem los. En ik duw hem lekker wat omhoog. Zodat hij op polshoogte ongeveer komt voor mij. Als ik rechtop sta. Ja. Dit is hem. Even een kleine picknickstop. Maar dan moeten we dus even deze helling trekken. En dat lukt eigenlijk alleen maar door even op die trapdop goed te drukken. Om naar voren te komen. Ja, goed. Kijk, dan krijg je die rolstoel pas naar voren. Via die trapdop. Gaat hij even kiepen, komt het gewicht op de achterwielen. Dan kun je makkelijker de helling op. Ja, maar ik kan er beter in. Dit is de trapdop. Even opletten in de route. Volgens mij is grote stronken en een klein wieletje. Daarom zijn grote wielen makkelijker in het bos. En zowaar kruisen de wegen met nog meer rolstoelers. Het kan verkeren. Midden in het bos. Betere werk. Heb je iets meer steun? Zal ik erin gaan zitten? Heb je wat tegenwicht? Zo, nu hebben we de rolwisseling. Kijk, daar heb je wel tegenwicht, hè? Maar ja, het vergt wel conditie, hè? Oude mishandeling. Zo. Fijn, hè? Picknickbanken onderweg. Nou, kunnen we even picknick? Zorg altijd dat je iets bij je hebt. Ja. Nee, maar niet. Wordt een beetje lastig zitten, maar ach. Dan breekt hij af. Nou, probeer eens. We hebben gelukkig onze reservestoel bij ons. Als er bovenop gaat zitten. Even kijken. Ja. Tijd voor een kleine picknickstop. Zorg altijd dat je iets te drinken bij je hebt of wat te eten. Want je verbruikt heel wat calorieën op deze manier. Wat een mooie route, hè?
beensteunen kunnen dus opzij, hè? En die draai je dan terug. Voetplaat naar beneden. En dan moet je hem helemaal terugdraaien eerst, hè? Tot hij klik zegt. Klik, hoor je? Ja. En dan zet je je voet erop. En hier zit een hendeltje. Daar kan je hem dus mee opzij draaien. En dan kan je hem op deze manier, als je je voet eraf haalt, kan je hem dus omhoog pakken. En dan kan je de rolstoel ook inklappen. Laten we straks zien. En zo doe je hem weer erin. En draai hem weer terug. Dat is altijd handig als je ergens dichtbij moet komen. Zoals bijvoorbeeld bij de auto, als je overstapt. Hè, dat je dichtbij de overstap kan komen. Nou, het hakkenbandje achter de hak. En we kunnen heel scheef lopen, zoals hier. Dan kan je het beste kiezen voor het meest horizontale stukje. Anders moet je continu bij sturen. En dat is erg vermoeiend. Dus dat is een beetje uitkienen. We gaan nu proberen het midden te bereiden. Even weer laten zien is dat je hier een flap hebt. En die kan je opentrekken. En dan zie je daaronder al die spanbanden zitten. En met die spanbanden, hè, die kun je op aanspannen. En daardoor wat meer comfort geven in de rug. Hè, dus het is een kwestie van losmaken en een beetje aantrekken. En dan kan je wat strakker zetten. Slim, hè? Altijd rolstoelenhellingjes. Althans, dat is natuurlijk makkelijker als de stoep op te gaan. Als ze er zijn, is dat een gemak. Als het niet te steil is, kun je vooruit. Is de helling wat steiler, kun je beter achteruit rijden. Want het tegenhouden gaat makkelijker dan het afremmen aan de achterkant. Kun je beter in zijn achteruit af. Want die is dan net te steil, zeg maar, om vooruit. Oeps, dan kun je makkelijker afremmen. Zo, gaan we weer. Nou, na 10 kilometer lopen hebben wij de calorieën weer verbruikt. En valt het niet mee om weer uit zo'n stoel te komen. En uit de rolstoel nog staan. Nou, we zijn er.